Er zijn veel woorden van waardering gesproken, mede door de sleutelopdrachtgevers op basis van de interviews die we deden. Maar uiteindelijk blijkt kennis delen en het bezoeken van workshops toch iets wat bij Stipo altijd weer voorop zal staan. Eigenlijk zitten we daar volgens mij middenin. Stipo ook, van deze overgangsperiode tussen zeg maar 5 jaar geleden en de komende 5 jaar. Waarin ik veel aarzeling zie bij professionele bedrijven waar ik zelf uit kom, stadsontwikkeling. Wordt nu gewoon experimenteel, zoekenderwijs ingevuld door clubs als Stipo, die echt gewoon doen. Dat sommige andere organisaties weliswaar in hun vaandel hebben staan, maar in de praktijk daar nog een zekere aarzeling hebben of daar nog niet aan toe komen. Wij hebben hier al een tijd een aantal kantoorpanden. Die hebben we denk ik 10 jaar geleden aangekocht. En met het idee om er een woningprogramma te gaan realiseren op deze plek. Alleen toen de crisis was uitgebroken is dat onder druk komen te staan. En nu zijn we het op een andere manier aan het ontwikkelen. En die andere manier hebben we genoemd slow urbanism. Er zit al een hostel, er zit al een grote kunstinstelling, Rood Kapje. Er zit dus Stipo, een bureau voor stedelijke vernieuwing. We hebben inmiddels al een tuin aangelegd. Dus achter mij kan je misschien zien dat de gevel van een oud kantoorpand ook is opgefleurd. Dus we proberen op een, zeg maar, een alternatieve manier weer levendigheid en daardoor ook een soort waarde weer toe te voegen aan het zomerkwartier. Nou, wat ik zie is dat de traditionele partijen als gemeente en woningcorporaties niet meer in de positie zijn om gebiedsontwikkeling op te pakken en ook erop te investeren. Terwijl er wel heel veel geld in die wijken is. En de kunst is om met marktpartijen, bedrijven, we zijn bijvoorbeeld nu in Bospolle-Tussendijk in gesprek met de Rabobank, met Eneco en met Achmea, met die bedrijven te kijken of zij wel in die wijk kunnen investeren en op die manier gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Dat is ook een van de thema's die hier vandaag op deze Stipo-dag aan de orde is geweest.